hebben de voorbereiding gedaan samen met de bewoners en inwoners van Loenen. En daar hebben we er 2 jaar over gedaan. Uiteindelijk zijn we tot deze plannen gekomen. Ondertussen is de coöperatie Campy Plus is opgericht als vertegenwoordigers. En ja, met de 4 partijen, samen ook met de gemeente en zorggroep De Vechtstreek, hebben we de plannen ontwikkeld. En vandaag gaan we echt beginnen. Nou, wij zijn al vanaf het begin af aan hierbij betrokken geraakt. En HBON en de zorggroep hebben ervoor gekozen om een club zoals wij mee te laten praten over de hele inrichting, zodat er vanuit het dorp ook mensen waren die meedachten, want ze vinden dat van groot belang. Mevrouw, het kampje gaat verbouwd worden. Wat vindt u er eigenlijk van? Nou, als het beter wordt, vind ik het wel mooi. Ja. Bent u nu nog niet tevreden over hoe uw kamer eruit... Jawel hoor, jawel. Ik heb een prachtige kamer. Nou, dat vind ik heel positief, vooral voor de ouderen van Loenen en omgeving. Heel belangrijk dat de mensen toch nog een onderkomen hebben als het dus in eigen huis helemaal niet meer lukt. Wat betekent dit voor de bewoners die hier in het kampje zitten? Krijgen zij te maken met overlast? Ja, uiteraard krijgen we natuurlijk wel te maken met wat overlast. We proberen dat zoveel mogelijk te beperken. We hebben gezegd, alle bewoners die hier wonen, mogen blijven wonen. Hoeft het gebouw ook niet uit. Maar we moeten wel even tijdelijk naar een wisselwoning. Dus dat gaan we allemaal regelen. We gaan alles verhuizen, opnieuw inrichten. We moeten 3 weken naar een andere woning. Liefst in de buurt waar ze zitten. En als ze gereed is, dan komen ze weer terug. Maar u weet dat er misschien overlast kan komen? Dat weet ik. En dat is bijna ook niet te voorkomen natuurlijk. Ja, en de bewoners waar ik mee spreek, die proberen we toch dat ook wel uit te leggen. En dan is er ook begrip voor. Vreselijk. Ik vind het heel erg. En waarom vindt u dat erg? Dat er zoveel rotzooi is dan. Hele plafonds doen ze naar beneden, wat niet nodig is. Ben je tevreden als je dit nu allemaal achter de rug hebt? Ja, kijk, ik ben ontzettend blij dat het nu begint. Want het duurde zo lang. En voor ons is dat wel duidelijk waarom. Maar voor de gewone mensen niet. Die begrijpen daar niks van. Omdat we dus in bewonerstaat situatie gaan renoveren, betekent dat dus dat we iedere keer een stukje van het gebouw doen. En ook daarmee is eigenlijk de overlast proberen te beperken. Maar al met al, dan verwachten we dat we in februari kunnen opleveren. Dat is mijn reclame voor de firma Albers. En we hebben voor u. Zo. Dus 2 jaar is er gepraat en nagedacht. En ja, dan denk je, waarom moet het zo lang duren? Maar om maar eens iets te noemen. Er moet met de gemeente onderhandeld worden over een parkeernorm. Nou, dat is heel lastig technisch iets. Maar wij moeten vuilnisbakken komen te staan, de postbussen, al die details. Ik heb begrepen dat de partijen van buiten naar binnen komen. Kun jij iets vertellen over de partijen die hier aan deel gaan nemen in het kampje? Jazeker. Nou, we hebben een aantal mensen gevraagd van wat zou je hier graag willen hebben? Hè? Hoe kun je nou ook mensen hier naartoe halen? Hè? Want mensen willen graag verbinden, willen graag ontmoeten. En toen kwam eigenlijk heel snel de bibliotheek in beeld. Want die zocht namelijk nieuwe huisvesting. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan komt eigenlijk het hele dorp komt gewoon naar binnen toe. Dus dat is eigenlijk de eerste partij geweest met wie wij in gesprek gegaan zijn. En vervolgens zijn we met een aantal partijen in gesprek gegaan die hier ook al contacten hadden. Hè, met de fysiotherapie, die hier een beweegcentrum gaan realiseren. Er zit een kapsalon hier. Nou, die wil ook heel graag blijven. En ook graag uitbreiden met de pedicure. Nou, dat soort voorzieningen. Stichting Welzijn, die wil ook graag een plek in het kampje. Dat is natuurlijk fantastisch, want die kan allerlei activiteiten gaan organiseren. Dus de mensen hoeven niet meer de deur uit? De mensen hoeven niet meer de deur uit. Ze zitten op loopafstand van de Jumbo. Dus ja, je hebt alles in de nabijheid. Het mooie is ook, ik ben vorige week even alle bewoners bij langs gegaan. En ja, wat eigenlijk heel leuk is, iedere bewoner die zegt, ik zit op het leukste plekje, ik heb de mooiste woning in het kampje. Dus mensen zijn ook heel trots op het kampje. En dat wil ik heel graag zo behouden.